niet, joh. Ja, hij loopt gewoon mee. Je hoort hem gewoon, joh. De band is lek. Oh. Zie je dat nu net, hè? Ja, ik zie hem een bobbel erop en, ja. En ik hoor hem. Water als je geen drinkwater hebt. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Wauw, de bron van het dorp. Ja, je moet het toch echt zelf halen als je in een camper leeft. Zoals hier. Goedemorgen. Ik ben net wakker op deze prachtige plek. Ik zal nog even het terrein laten zien, want dat is echt heel mooi. Het is opgebouwd uit allemaal verschillende terrassen. Dus nu sta ik op het volgende terras. Dan kom je hierbij. Prachtig voetbalveld. Ik heb gisteren de hele dag gevoetbald. Ferry weet de weg al. Hier staan allemaal persbakken voor wijn. En hier boven groeit alle wijn. Nou, het is nu allemaal nog leeg, maar dat komt. En hier heb je ook weer een aantal terrassen. Dit is officieel gemaakt voor wijngaarden, maar nu lopen de schapen. Ik denk dat ze om de hoek zijn, maar... En het uitzicht is toch geweldig. En we gaan weer weg van deze plek. En Sietske die is heel erg gekrompen ineens. Ja. Oh nee, het is iemand anders. Celia die rijdt met mij mee. Sietske zit daar. Oh ja. Hallo allemaal. Wij zitten in de camper. En dan gaan we naar Porto rijden. Wauw, kijk dit nou leuk. Waar zijn we, Jella? In Porto! Yeah! Hier, mama. Oké. Ik ben bijna op school. Zo leuk om eindelijk weer een stad te bezoeken. Dat heb ik echt al best wel lang niet meer gedaan. En dat is toch een van de dingen wat ik ook heel leuk vind aan reizen, is het bekijken van de stad. Mijn schoenen zitten vast aan zijn schoenen, zie je dat? Ah ja. Zo doen we dat als we naar de stad gaan. Gewoon lekker broodje meenemen. Heerlijk. Hij hing aan Alisa, jongen. Alsof het gewoon een paard was. Dat hij zelf vast had aan de teugel. Dat was om haar heen. Alisa was gewoon aan het basketballen met iemand om haar nek. Mooi naast. Negenentwintig graden. Lijkt wel Marokko. IJsjestijd. Ja. Geen straf, dit. Heb ik gekregen van mijn vrouw. Henk. Ja. Super, 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 super. Hey. I am the Reverend. Boring in a way, places never change things. I never go. Boring.
Kijk, dit is nou echt zijn fanlife happenings. Schoonmaken. Bij het veld, eens kijken wat er ligt. Ik wil wat leuks van maken. Hier. Hallo! Oh, mooi! Porto. Zo'n leuke stad. Echt heel leuk. Zo genoten. Zo El, wat vond je van de stad? Leuk! Nou, daar hebben we de busjes staan. Ja! Zo, dit was een leuke dag zeg. Ja, we zien de zee. En we gaan nu naar Park for Night bij de zee. De zee. Aangekomen. Ik moet toch wel een keer gaan vertellen wat Park for Night nou is, want we vertellen het er zo vaak over. Kijk. Ocean View. Hoop dat we een beetje recht kunnen staan, schat. Zie jij de zee? Ruik jij de zee? Hey! Ik kan verder. Kom maar door. Wat hebben wij hier gevonden? Een verse zeester. Gaan we hem laten opdrogen en dan hebben we een hele prikkelige. Ja, maar als je dit dus op laat drogen, jongens, dan gaat het heel erg stinken. Kijk dan wat hier ligt. En dit dan? Dit is toch ook interessant? We hebben hem weer in het water gelaten. En hij doet allemaal van die zuignapjes uit zijn lijf. Hij probeert, maar cool. Zit het wel knap. Kijk, zit. Ah, dit vindt het wel een. Wat dan? Nou, ah, er komen een hele overgrond. Ze heeft de Seastar. Ja, ze heeft de Seastar. Waar? Doe maar achter je. Waar zijn ze vrienden? Daar zijn heel veel vriendjes. Hier? Ja. Daar. Hoppa. Wow, moet die kleuren zien? Is toch super mooi? Kom, we gaan we gaan weer weg. Ja. Van deze mooie plek. Op naar Marina Grande. Herman, we zijn er. We zijn er. Marina Grande. Echte Hollandse kaas. Lekker. Ik probeer er eentje aandacht te vragen hoor. Ik ben klaar met school. Goed bezig. Ik ben de eerste. Wauw. Nou, kom je me even een knuffel geven of wat? Ja. Oké. Mag ik binnenkomen? Ja. Geweldig. Wordt hier hard gewerkt hoor, in de keuken. Ik moet wel eens bladgroenkool zijn snijden. Geen zoveel. Nou, jouw zusje denkt daar anders over. Ja. Zij chillen op de beach. Ja, zij op het strand. Kijk de zee. We waren even aan het kletsen met elkaar. We maken er een brug. Nee, we moeten hier naartoe komen. Ideaal zo'n hondenuitlaatservice. Super chill. Maar jij lijkt meer op een meisje, vind ik hoor.
vind je wel leuk, hè? Aardig compliment. Maar ja, dankzij je baard lijkt je er ook niet echt. Hiep hoi! Van een dikke maat. Hey, knabbel en babbel. Ga eens even heel gauw naar jullie eigen camper. Dat is babbel. Rabbel. Ja. Doet jij wel? En nu gaan we water vullen. Wat moet er weer gebeuren? Ja. Yes! 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 Let op. Nu wegwezen. Nee. Ja, Herman, je moet hard in die slang knijpen. Ja, precies. Anders doet hij het niet. Mama, die weet wel hoe het werkt. Je hoort het gewoon, joh. De band is lek. Oh. Zie je dat nu net, hè? Ik zie hem een bobbel erop en ik hoor hem. We hebben gewoon een monteur bij ons. Joepie! Dit is ook echt die band. Dit is de band die ik met Johan naar achter heb geplaatst. Nou, reservewiel erop. Ja. Plaatje bij die wacht. Zo, de reserveband zit er alweer op. Er zit echt een dikke scheur in. Kijk dan, joh. Dat los je niet zo op met een propje. Dit is nou Herman, hè? Velgje heeft zwart geverfd. Waar is die kan natuurlijk anders niet, hè? Waar is die andere band nou? Die heeft Herman opgegeten. Want Senna is vandaag jarig. We staan bij de zee. Dat is toch fantastisch? We gaan het even helemaal gezellig maken. Mag ik die groene? Senna's verjaardag hebben we vanochtend vlaggetjes opgehangen. En we staan hier en in de verte zie je de Golden Gate brug. Zag mama die vis al? Ja. Die ging gelijk naar Senna verdienen. Hé, draak. Simpel. Wacht met reppen voordat Herman beat start. We hebben altijd een beetje gedacht, als je nou ergens komt, laat het dan net erachter dan toen je er kwam. En dat is Sietske nu aan het doen. Er was een jonge vrouw die was spullen aan het oprapen en Sietske en Celia zijn even aan het helpen. En? Hartstikke zich bezeerd. Alleen een beetje bloed. Hier gebeurt iets. Ik vraag me af of dat de bedoeling is. Even kijken hoor. Huh?
want ik ben jarig dus. Ben jij jarig, Sietske? Ja. Dat is leuk. Hoe oud ben jij geworden? 29. Wauw. Vorig jaar was je in Marrakesh en nu ben je in Lissabon. Met een kabouter in je bed. Dat vind ik heel gezellig. Ja, want ik mag Sietske wakker maken. Super. Nou, Sietske is niet meer alleen hoor. Tjonge, jongen. Beter wakker worden dan het zweven in het schatje dat je bent. Ballonnen erbij, alles. Zinnen! Ja! Hi, lieve! Oh, dank je. Krijg dan een cadeau. Alsjeblieft, Sietske. En gefeliciteerd met je verjaardag. Je hebt een goedbon voor 20 kopjes thee, 5 bamboe sticks en oneindig veel kriebeltjes. Nou, daar ben ik alle blij mee, die laatste. Oneindig veel. Ik maak een verjaardagstaart. De Bebelgeentaart. Ik heb bastonjekoekjes meegenomen uit Nederland. En ik ga hem nu verder maken. Dan Bebelgeen. Iets van 3,5 lepel erin. En dan roeren. Bodem gemaakt. Stukjes banaan snijden voor op de bodem. Nu even netjes verdelen. Zo. Slagroom kloppen. Oeh, smikkel de smik. Klein, beetje suiker in de slagroom, niet te veel, want het is al goed zoet. Dit ga ik er overheen doen. Nou, de slagroom zit erop. En nu de laatste, de topping. Ready! 29. 3, 2, 1. Oh, it looks so creamy. Ik kan... Yay! Oh, heel erg leuk. Heel leuk. En manueltje mijn? Echt leuke cadeautjes. Hele tas vol, jong. Hey, ik ben nog zo schattig. Gefeliciteerd met je 29e verjaardag. Dank je. Leuk. Echt heel leuk. Wauw, mooi. Wauw. Ik moet alleen dat stickertje in de grond. Oh, ik ben zo blij. Ik ben zo lief allemaal. Ik zit nog van thuis. Hij is echt leuk. Moeder van Sietske, we zitten hier heerlijk te genieten voor de verjaardag van je dochter. En ja, we begrepen dat er nog iets in aantocht is. Alsjeblieft. Dank je. Je bent goud waard. Lieve Sietske, van harte gefeliciteerd met je 29e verjaardag. Lieve dochter, wat zijn we trots op je. En wat zijn we blij voor je dat je je droom leeft. Op naar de 30. We houden van je, papa en mama. Dus... Mag ik je kussen of een beetje kussen? Oh, zo lief. Bedankt allemaal. Wat is het thema? You are beautiful, you are love, you are Kirk. Dan ging ik zeggen, you are curved. Klopt ook wel. Oh, er is wat diesel in gegooid. Landingsbaan. Van een kleine schaap op de prairie, hoe heet het ook weer? Kleine schaap op de prairie? Met op. Zie je het idee van? Agressieve Eskimo. Dat is normaal, joh. Weet je, ga je iglo's bouwen, ga je mij niet lastig vallen. Hoi! Love you! Thank you.
denken, waarom zitten zij in het vliegtuig? Nou, we zitten in het vliegtuig omdat we naar Nederland gaan. Mijn opa is overleden en we gaan naar de begrafenis. Dus we vliegen vandaag en overmorgen vliegen we weer terug. Henk en Hanneke die passen op ferry en op de camper en we gaan weer terug naar Portugal. Dit was of 37. Nou. We zijn bijna. Nee, we moeten wel dikke zien naar Zwolle. En dan haalt mijn vader ons op. Dus dat is wel fijn. Nou, we hopen dat jullie een leuke vlog vonden. Zo ja, duimpjes omhoog. Abonneer. Abonneer.